Hey, goedemorgen. Nou, dit is dag 3. Nou, zoals je ziet ben ik al deels aan het inpakken. Het is nu, ik geloof, een uur of 8:30. Zoals je ziet, de zonnetje schijnt vandaag weer. Het was net wel wat meer bewolking, maar het klaart nu een beetje op. Dus voor vandaag ga ik Zweden in. Dus voor het eerst dat ik in Zweden kom. Ik had al even gekeken naar een bepaalde route. Ik wil toch ergens onder Helsingborg, daar zit nog ergens van een Viking dorpje, daar wil ik nog even langs. En van daaruit ga ik dan richting Stockholm. Dus dan pak ik de E4. Maar hoe ver ik kom, weet ik niet vandaag. Ik heb tijd genoeg, ik doe lekker rustig aan. Nou goed, ik zal later als ik op de motor ben nog wel een en ander vertellen of dat soort zaken. Voor nu ga ik eerst even verder met het opruimen. Ik moet me nog even een beetje wassen, tanden poetsen. Ik heb al gegeten. Er waren broodjes geleverd bij de tent. Dat was wel goed geregeld. Ik zal zeggen, tot straks. Goedemorgen nogmaals. Ja, ik ben nu onderweg. Het is nu een uur of kwart voor 11. Ik was wat later weg. Ik heb gewoon lekker relaxed gedaan. En op een gegeven moment had ik de boel ingepakt. Toen kwam de buurman eraan. Die vroeg of ik nog een kop koffie wou drinken. Dus dat heb ik ook maar even gedaan. Dus ik heb veel leuke contacten gehad. Met de buren waren Nederlanders. Met die oudere stijl. Ze gingen met een groep caravans een beetje toeren door delen van Europa. In dit geval nu naar Denemarken en dan gingen ze morgen weer terug naar Duitsland. Dus die was het toch rustig aan, jongens. Voordat je vandaag bent, kreeg ik mijn keur. Dat ben ik. Nee, dus leuke mensen. Veel aanloop gehad, even naar de motor kijken, gewoon even een praatje maken waar ik naartoe ga. Ja, al met al gezellig. Gezellige plek daar waar ik stond. Zelfs aan de andere kant camping hadden ze gehoord dat er een kaartje op de camping stond. Ja, die meneer die heeft me uiteindelijk opgezocht. Gisteravond was gisteravond trouwens. Ik heb gisteravond een hele gesprek mee gehad. Ik was zelf ook de kaartje rijder. Ja, leuk. Camping is relatief eenvoudig, maar goed, alles is voorhanden wat daar is, wat je nodig hebt. En nu voor vandaag ga ik Zweden in. Ik ben nog nooit in Zweden geweest, dus ik ga het allemaal zien en beleven. De bedoeling is, wat ik vanochtend ook al in de video zei, dat ik ergens nog een Viking dorp ga bezoeken, dus of die open is. Als ik daar geweest ben, ga ik dan E4 richting Stockholm. Hoe ver ik vandaag kom, geen idee. Ik wil niet veel kilometers maken, gewoon een beetje rustig aan doen. Goed, de eerste delen, het eerste stuk nu van mijn reis in tot aan Zweden zal hoofdzakelijk snelweg zijn. Ik ga me weer concentreren op het rijden. Om de beurt dat straks nog weer heen te blijven.
Goed, eerst eens even brandstof tanken. Is dat erin? Ai. Dat is te diep. Nou, even brandstofding. E5. Even afrekenen. En dan kunnen we weer verder. Helsingborg, Malmö, Kopenhagen. Nou, ik zit nu vlak voor Kopenhagen. 2009 ben ik hier geweest met een camper. Vlak aan het centrum was de camperplek. Een mooie stad. Dat vond ik. Het zeemeerminnetje nog even bekeken. Ja, het voetbalstadion geweest. Nou, een leuke herinnering aan Kopenhagen. De temperatuur is goed. Even kijken. Het is 20 graden, heerlijk. Nou, dan het water over. Dus we rijden nu Kopenhagen binnen. Voor zover ik het weet. Malmö is nog 39 kilometer. Dan willen we Zweden. Verkeerde knap. Er wordt al een stuk rustiger hier met het verkeer. Er zijn heel veel auto's die in één keer afgebogen zijn. Zo, wat een water hoor. Oh, dat is een klein eilandje. Oh, een knap stukje werk om zo'n brug te maken. Dat is een tunnel ook trouwens. En dat moet dat Malmö zijn daar in de verte. Mooie Lamborghini. Jongen. Zweden, welkom in Zweden. Oh, nee, nog bijna. Dikke staalconstructie hier aan de brug. Met te houden. Goh, wat een rustige. Het begint nu al lekker rustig te worden op de weg.
poort aangekomen. Ik ben in Zweden. Paspoortcontrole, nu ben ik in Zweden. Ik moet even kijken. Even daar, even stoppen. Goed, nou even een korte break. Ik wou even de tolpoort fotograferen voor mijn album. En dan gaan we nu Zweden in. Stad Malmö voor ons. Stad Malmö voor ons. We gaan ook door Zweeds te praten. Yes, voor het eerst in Zweden. Jee. Wat opvalt is wel een ander landschap in Denemarken. En lekker rustig op straat, tot nu al. Ik zag net op de bonen dat Stockholm nog weet zo'n 600 nog wat is. 624 kilometer. Ja, ik ga dit iedereen even af, kijken of het iets is met Viking dorp. Daar moet het fucking gebeuren zijn, maar goed. We gaan het zien. Veel activiteit hier. Is gesloten. We zijn hier parkeren. Ja.
zin. Oh, dan kijken. Nou, dat is hier geen bedrijvigheid. Denk maar. Ik ga eerst maar eens in mijn bank op zoek, een beetje geld pinnen. Wat een heerlijke temperatuur hier vandaag. Jee. Het was net 22 graden op de. Op het display. Wat een bijzondere gebouw daar, kerk. Graafplaats. Goed, ik ga een bank opzoeken en dan zal ik eerst de camera even eruit doen. Ik kom straks alweer bij jullie terug. Hello, may I ask something? Is there an ATM here? Can you speak in English, please? Yeah, this it's English. Is an ATM a bank? Yes, yes. Is the inside there? Okay, thank you. You speak English. Ja, dat was een beetje Frans, dus wat ik zei. Oh, goed. Oh, die was even. Binnen. Welkom, maat. Gaan we eens kijken wat daar is. Goed, nou, ik was op zoek naar een bankautomaat. Maar goed, die zit hier in dat winkelcentrum. En dit is me toch een joekel van een winkelcentrum. En ik wil mijn motor natuurlijk niet helemaal onbeheerd achterlaten. Dus ik kom vanzelf weer een geldautomaat tegen. Nou, het weer is hier prachtig. Het is 22 graden. Heerlijk. Ja, dit is eigenlijk zo'n soort center zuid. Een soort boulevard. Er zit van alles. Er is een supermarkt. Ik zei, dit is best wel een groot ding. Dus ik weet ook niet waar ik zoeken moet. Ik had al gevraagd. Hij moest helemaal ergens naar binnen. Dus gaan we niet doen. We gaan nu gewoon richting de E4. Richting Stockholm. En dan zie ik wel hoe ver ik kom. En dan ga ik ergens een camping zoeken. Nou, ik rijd nog langs de kust. Richting Göteborg. Straks ga ik eraf richting Stockholm. Ja, het is nog steeds snelweg hier. Het zal ook wel zo blijven, want ik volg de E4. Dus in principe is dat nu snelweg. Goed, ik wil toch relatief snel bij de Noordkaap zijn. En aan de Noorse kust kan ik wel weer rustiger naar beneden. Dus dat gaat ook heel veel tijd kosten met al die fjorden. Afslag D4, Stockholm, Tristensand, Stjaldstad. Ook bijzonder in zo'n hoge bultbergje, heuveltje binnen het landschap. Ik weet niet of het goed op de camera te zien is.
95, 18 kronen per liter. Ik heb geen idee. 100 kronen is 8 euro. Ongeveer. Volgens mij is het goedkoper dan in Nederland. Nou goed, ik ga het wel met exact uitrekenen. Nou, net even een pauze gehad, even iets te eten. Double French, soort hotdogs, achter iets. Grillworst. Ja, grillworst, hotdog. Smaakte heerlijk. Colaatje erbij. Hebben ze wel eens over prijzen. Dat het duur is hier, maar ik vind er wel mee van. Een colaatje betaal ik 2 euro. Dat betaal ik ook bij een benzinestation in Nederland aan de snelweg. Dus een winkel is natuurlijk verkopen. Het zijn ook van de benzinestations aan de snelweg. Die zijn altijd wat duurder. Nou, het smaakt heerlijk. Weer een beetje energie. Nou, ik heb intussen heb ik ook een camping opgezocht. Dat zit op een 100 km afstand. Dat is het wel eens weer mooi geweest voor vandaag. Ik heb geen idee hoeveel kilometer ik gereden heb, maar dan zit ik al op 300 of zo. Nu ben ik wel weer dan straks aan de rust toe met de spanning. Een tolletje met een rivier tussendoor. Hey, rust hier. Het is een hele bijzondere gewaarwording. Vooral voor een Nederlander zoals wij die altijd. En ons lijkt dat het druk is. Een reconstructie hier van het viaduct wegen. Oude trein. Spitse huisjes.
op het camping. Josk. Nou, het trail lijkt wel goed. Dat is een vast wel een plekje hebben. Goed, we gaan het zien. Alle dennenbomen. Ik spreek jullie later. Hey, hallo beste kijkers. Dag 3. Ja, dag 3. Ik moet steeds bedenken. Ik heb een plekje gevonden in Varnamo. Ik zal even de dingers pakken. De kaartje. Zoals we hem kijken. Varnamo camping. Ja. Dat is een leuk plekje. Waar zie je? Het is nu 5:30 of zo. Waar zie je tegen? Okay, 4:00. Nou ja, plekje gevonden hier zo. Dus lekker onder de bomen. Het is heerlijk weer. Graad of 23. Koelt nu wel ietsjes af. Ja, vandaag. Ik denk dat ik ongeveer 300 kilometer heb gereden, maar ik weet het ook niet zeker. Het is een groot deel snelweg. Zo, au, heet. Goed, eerst even een bak koffie maken voor mezelf. Ja, ik heb denk ik 300 kilometer gereden. Ik heb geen idee hoeveel hoor. Maar dat moet ik nog uitzoeken. Zet ik dat dan wel onder de video. Nou ja, ik ben gestart in ergens in Denemarken. Ik weet helemaal de plaatsnaam niet meer, ik vergeet zoveel. Nou, uiteindelijk de tolbrug over bij Kopenhagen, Malmö. Nou, dan aan de andere kant, bij Malmö kant, moet je tol betalen. Nou ja, en toen door de tolpoort en toen op de snelweg richting Varnamo. Ik heb nog gekeken bij die vikingdorp. Daar heb ik nog een videootje van gemaakt. Een filmpje van gemaakt met deze video. Maar ja, dat dorp was bij uitgestorven. Ik kon niks, niet zoveel bijzonders zien. Dus, op een gegeven moment ben ik doorgereden. En ik heb Stockholm ingevoerd over de E4. Naar Stockholm toe is het nog steeds 400 kilometer. Dus, het zijn grote afstanden hier op deze, in dit land. Ja, wat mij opviel is, je rijdt op een gegeven moment een snelweg op. De E4 is een snelweg. En dan merk je gewoon dat het verkeer steeds weiniger wordt. In Nederland heb je constant verkeer, auto's op een gegeven moment reed ik op het snelweg en dan zie je helemaal geen auto meer. Nou, voor de rest heel veel bos bij de kanten. Er kwamen een aantal mooie plekjes tegen. Ja, het is toch een heel ander land, een heel ander landschap. En wat goed verzorgd is, zijn al de benzinestations. Al die benzinestations zijn aan de kant van de snelweg. Om de zoveel kilometers heb je er eentje. Dat is allemaal goed geregeld hier. Dus, goed, nu eerst even koffie zetten. Ik heb net wel even een biertje gehad. En ik had, dat was ik nog vergeten te zeggen, toen ik vanochtend wegreed van de camping in Denemarken. Ik had de motor allemaal al bepakt en toen kwam de buurman naar me toe en zei, wil je nog een bak koffie voordat je weggaat? Ik zei, tuurlijk, een kop koffie gaat er altijd in. Nou, we hebben even lekker gebabbeld, koffie gedronken en ja, op een gegeven moment wou ik op de motor stappen en weggaan. Toen kwam hij nog aan met een blik Carlsberg bier. Hij zei, die moet je nu niet opdrinken, pas als je op de camping staat vanavond ergens. Ja, die heb ik net even genuttigd toen ik de tent opgezet had. Ja, en nu is even lekker bijkomen, straks even lekker douchen. Goed, de camping is ja, wel een leuke camping. Ik zit eigenlijk midden op de rand van een stad. Dus Varnamo is een redelijk grote stad. Er zit op die zijde zit nog een groot meer, daar kun je zwemmen. Achter jullie is nog een toiletgebouw. Ik zal misschien even draaien.
Daar heb je dus het toiletgebouw, twee stuks wel, weliswaar. Heb je eentje aan die zijde, dat is het toiletgebouw. En daar is ook een toiletgebouw met wasgelegenheid, douches. Hier heb je de golfbaan. Daar staan veel camperaars, trouwens ook veel Nederlanders weer. Dus, camping is leuk. Dus, even weer draaien naar mij toe. Zo. Nou ja, daar staat de motor. De motor rijdt ook goed. Maar goed, qua prijs hier. Qua prijzen valt het nog wel mee. Bij de laatste tankbeurt voor 50 kilometer terug had ik een. Hoe heet dat? Een soort hotdog, twee worsten erbij, grillworst. En ik moest iets van, omgerekend in euro's, iets van 6 euro betalen met een cola erbij. Dus daar kan je niks van zeggen. Dat is in Nederland ook gewoon prijzig. Dus dat, wat dat er gaat, wat wel gezegd dat Zweden duur is, maar langzamerhand is Nederland duur. Goed, dat is een persoonlijke mening. Ja, dus nu eerst even lekker koffie zetten. Straks ga ik nog even de camping over. Nog even wat opnames maken van de camping. En dan tijd voor wat voetbal. Kijken hoe het Nederlands elftal doet. Nou, voor morgen in ieder geval, ik rij richting Stockholm. Dus, wat ik al zei, bijna nog 400 kilometer, iets minder. Dus dat wordt nog een hele trip. Maar goed, het is een groot land, dus ik wil relatief snel door Zweden reizen naar de Noordkaap. Je hebt veel bos en op een gegeven moment ben je het bos een beetje uitgekeken. Dus ik probeer wel redelijk snel, door Zweden te komen. Wel met gezond verstand, want ik merk af en toe wel dat je vermoeid wordt op zo'n motortrip en dan kan je wel door blijven rijden, maar wordt er niet beter van. Dan kun je beter gewoon even zeggen, nou, dan stop ik er maar mee, ga pak een camping of iets dergelijks. En dan, even lekker uitrusten, maar dat is wel belangrijk, dat je wel op tijd je rust neemt. Dus, kook dat al. Nou goed, zoals jullie zien, ik heb hier een trainingsjaarset. Die hebben we vorig jaar aangeschaft, dat is ideaal. Ik heb nu de gasfles erop. Ik heb ook nog een spiritusbrandertje erbij. Voor als voor nood aan de maan. Als de gasfles leeg is. Ik weet niet of je die hier kunt kopen, waarschijnlijk wel, maar kijk, komt al. Waarschijnlijk is er hier ook wat te koop, die gasflessen, maar ik wil sowieso niet zonder zitten. En dan heb ik in ieder geval altijd wel de mogelijkheid om nog iets warm te krijgen qua eten. Wat heb ik nog meer te vertellen? Nou, voor vandaag eigenlijk niet. Ja, wat ik al zei, het is een groot land, lange afstand, weinig verkeer op de straat. En ja, voor mij, voor mezelf persoonlijk, of gewoon op tijd stoppen. Ik kan wel door blijven rijden, maar dat heeft geen zin. En anderzijds, ik geniet op de motor, dat is gewoon heerlijk. Voor het eerst in Zweden. Het is een mooi land. Nee, al met al, ik vind het heerlijk. Ik ga even koffie verder maken. En dan ga ik straks nog even de camping over. Dus daar heb ik nog wel een aantal opnames van maken. En ik verwerk het dan wel even in deze video. En dan zal ik zeggen tot morgen in de volgende video. Hey, doei!